Ja, een heleboel. Een heleboel van jullie waren het niet met mij eens. Nee, nee. Want wat ik zei, Louis van Gaal is niet geschikt voor deze spelersgroep van het Nederlands elftal. Dat zei ik. Nou, dat had je eens even moeten lezen. Nee, maar onze Louis die was de aangewezen man en Louis moest het doen. En hoe kom ik daar nou bij? Enzovoort, enzovoort. En trouwens, heb je al die tv-programma's en al dat geneuzel en al die kranten. En weet ik veel, die allemaal schreven van, ja, Louis van Gaal moet het maar doen. Louis van Gaal is de aangewezen man. Ja, zeg. Hey, al die kenners. Allemaal gelul. Want, wat blijkt nou? Hey, 4 dagen geleden zei ik het dus, hè. Van Gaal, niet geschikt voor deze klus. En wat blijkt nou? Die spelers van het Nederlands elftal, alle belangrijke jongens, die spreken zich uit tegen Van Gaal. Dat is wat er gebeurd is. Ja, ja. Want die jongens hebben allemaal gezegd, nou, we hebben eigenlijk niet zo'n zin in Louis, hoor. Nee. En waarom niet? Ze hebben gewoon hun eigen cultuur gecreëerd binnen het Nederlands elftal. En die hebben gewoon geen zin in, zeg maar, de wijsneuzerij van Louis van Gaal. Die willen geen regeltjes meer opgelegd hebben. Zo simpel is het. Daar hebben de spelers van het Nederlands elftal totaal geen zin in. En daarbij komt nog eens, vergis je niet, hè, die Van Dijk die gaat niet vergeten dat Louis hem over het hoofd heeft gezien vroeger. Depay heeft ook geen geweldige ervaringen met hem bij Manchester United. Die Frenkie de Jong, die heeft ook geen zin om nog allerlei dingen opgelegd te krijgen. Ja, en daarbij, de Telegraaf, hey, die hebben nu al laten weten van, nou, als hij komt, dan pakken we hem aan. Dus dat schiet ook niet op. Die steun heeft hij ook al niet. Die jongens willen gewoon verder op de lijn van Ronald Koeman. Zoals hij die heeft ingezet. En dat lijkt me ook logisch. Die jongens hebben het helemaal zelf voor elkaar nu. En die zijn blij met die Lodewegers. En Lodewegers die gaat natuurlijk geen kant op. Punt. Die blijft. En die houdt, zeg maar, een hele belangrijke rol. Hebben we nog maar 1 probleempje? Er moet natuurlijk wel iemand bijkomen. Dat is duidelijk. Want ja, Lodewegers is nou niet dat je zegt de persoonlijkheid voor het Nederlands elftal. Nee, dan zeg ik nee. Dus wie moet daarnaast komen? Gullit heeft veel te weinig de trainer uitgehangen de laatste tijd. Rijkaard ook niet gedaan. Van Bronckhorst heeft nog te weinig ervaring naar mijn idee. Blijft 1 man over met zijn 65 jaar. En kom nou eens een keer naar voren. Henk ten Cate. Ja, jij. Jij moet het doen. Ga jij nou naar het Nederlands elftal toe. Samen met die Lodewegers. Hé jongens. En dan komt het allemaal dik voor elkaar.